heeft in 2012 alweer, we zitten inmiddels alweer 2 jaar verder, heeft hij, want hij staat achter jullie, heeft hij het duet gewonnen. En toen hebben we gezegd van joh, volgend jaar bij de 3e editie van het Waalkadefeest, dan gaan wij samen een duet doen. De 3e editie heeft niet plaatsgevonden en nu... En ik ben zo man op man, woord op woord, dus Rutger, het is geen, helaas geen Waalkadefeest meer, maar het is wel Hollands spektakel en dan mag jij je duet komen doen. Je mag zo het podium op, hoe voel je je nu? Ja, fantastisch dat ik dit mee mag maken. Hè. Ik was helemaal dol enthousiast en ik ben helemaal dol enthousiast natuurlijk. En dan ook nog in deze volle, overvolle tent, in die warmte, geweldig. Maar 2 jaar geleden, toen hadden wij een competitie, er stonden aan een aantal zangers en zangeressen. En een daarvan die heeft toen een duet gewonnen met mij. En een aantal weken geleden zag ik hem voorbij komen, ik had hem gebeld. Ik zeg, jongen, kom lekker deze kant op, dan ga jij van mij nog steeds dat duet winnen. Mag ik daarom, ik moet zeggen een bekende Tielenaar, maar inmiddels ook verder buiten, mag ik hem erbij halen. Dames en heren, het applaus is voor Rutger van Barneveld! Als je zoveel publiek ziet en ja, dat je daar dan zo'n liedje mag zingen, dat is geweldig. Geweldig. Je loopt het podium op, je wordt aangekondigd en dan? Dan krijg je een enorme kick. Ik denk niet dat ik dat uit kan leggen, maar dat gaat toch iets geweldigs door je heen. Je voelt je eigen zo geweldig. Je kent geen zenuwen meer op dat moment. Je moet alleen maar gaan en gas erop en feest maken.